Hallo vrienden en vriendinnen, het is weer tijd voor een leuk goocheltrucje. En vandaag gaan we gebruik maken van een voorspelling en een spelletje kaarten. Deze kaarten gaan we gewoon in twee stapeltjes verdelen. Een stapeltje voor de goochelaar en een stapeltje voor de toeschouwer. Nu gaan we iets heel leuk doen. We gaan van onze stapeltjes, dus de goochelaar heeft een stapeltje, de toeschouwer heeft een stapeltje. We nemen daar een stapeltje kaarten van af. De toeschouwer doet dit ook. Dit stapeltje kaarten draaien om. En het stapeltje van de goochelaar gaan we vermengen in de eerste stapel van de toeschouwer. Ziezo. En de toeschouwer mag hetzelfde doen. Dus de toeschouwer draait ook zijn stapeltje kaarten om. En deze worden gemengd in het stapeltje van de goochelaar. Ziezo. Dit gaan we nog een tweede keer doen. Maar nu gaan we de stapeltjes niet van bovenaf nemen, maar van onder. Dus, ziezo. De goochelaar zijn stapeltje wordt opnieuw omgedraaid en vermengd in de stapel van de toeschouwer. De toeschouwer zijn stapeltje wordt omgedraaid en opnieuw gemengd met het stapeltje van de goochelaar. En we gaan dit nog een laatste keer doen. En dit keer gaan we een stapeltje nemen uit het midden van ons pakje. Dus zo, we nemen daar een stapeltje af. En de toeschouwer doet dit ook. En neemt daar een stapeltje af. De kaarten van de toeschouwer worden omgedraaid en gemengd in het stapeltje van de goochelaar. Ziezo. En het stapeltje van de goochelaar wordt gedraaid en gemengd in het stapeltje van de toeschouwer. Hoe deze worden gemengd, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Nu gaan we deze stapel en deze stapel ook nog mengen met elkaar. Ziezo. En zoals je kan zien, zijn nu alle kaarten verdeeld. Er zitten een aantal kaarten beeldzijde omlaag en een aantal kaarten beeldzijde naar omhoog. In goocheltermen noemen we dit face-up. Nu heb ik hier een voorspelling klaarstaan. En mijn voorspelling wil dus zeggen er zitten 20 kaarten face-up. Laten we dit even controleren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ziezo, er zitten 20 kaarten face-up. Mijn voorspelling klopt. Maar het is nog niet gedaan, want ik heb hier nog een tweede voorspelling. En deze voorspelling zegt er zijn 9 rode kaarten. Laten we ook dit even controleren. 1 rode kaart, 2 rode kaarten, 3 rode kaarten, 4 rode kaarten, 5 rode kaarten, 6 rode kaarten, 7 rode kaarten, 8 rode kaarten, 9 rode kaarten. Ook deze voorspelling blijkt te kloppen. 9 rode kaarten. Is het nu gedaan? Nee, het is nog niet gedaan. Want ik heb nog een derde voorspelling. En deze voorspelling zegt mij er zijn 3 hartenkaarten. Laten we ook dit even controleren. Ik heb hier harten 2,
Ruiten. Ruiten. Harten 5. Ruiten. Harten 10. Ruiten. 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 Ook deze voorspelling blijkt te kloppen. En is het nu gedaan? Nee, het is nog steeds niet gedaan. Ik heb hier nog een voorspelling. En deze voorspelling zegt mij, er is één oneven kaart. Ik heb harte 10, dat is even. Harte 5, dat is oneven. Harte 2, dat is even. Dus ook deze voorspelling blijkt te kloppen. En is het nu gedaan? Nee hoor, want we hebben natuurlijk nog een laatste voorspelling. En deze voorspelling zegt mij, de kaart die overblijft is de harten 5. Hahaha. Ik dank jullie voor het kijken en ik zie jullie graag terug in een volgende video. Dag Googlevrienden en vriendinnen.